Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding, het adres tegen huiswerkstress. Stichting Hart voor Huisdieren van start aan de Noorderlaan. Wij zijn een stichting en wij zamelen voer in voor alle mensen die om wat voor reden dan ook financieel niet kunnen bekostigen om een huisdier te voeren. En daar zit geen inkomensgrens aan. Dat is, heb je het om wat voor reden dan ook moeilijk, kun je het niet bekostigen, behoor je niet tot de minima, want dat is wel een criterium, want de minima krijgen al heel veel toeslagen en dergelijke. Maar voor een ieder die daar buiten valt, die kunnen bij ons terecht en die kunnen vanaf binnenkort elke woensdagavond om de twee weken voer bij ons opkomen halen. We hebben in Apeldoorn toch al een dierenvoedselbank. Wat is dan het verschil daarmee? Het verschil is dat de dierenvoedselbank voer inzamelt voor alle mensen die wel bij de minima behoren. Dus een ieder die een bijstandsuitkering heeft en recht heeft op gemeentelijke hulpverlening en dat soort hulp. Maar dat is bij ons niet het geval. Iedereen die dus in aanmerking komt voor de dierenvoedselbank, die kan daar terecht. En dat is fijn dat zij er zijn. Wij zijn er juist voor die hele grote groep. En wij hebben ontdekt, wij komen alle drie, Wilma, Jolanda en ik, van de dierenvoedselbank als vrijwilliger. En wij hebben ontdekt dat de groep die dus daar buiten valt zo groot is, maar dat daar wel zoveel nood is, dat wij daar dus deze stichting voor op hebben gericht een week of 8 geleden. Heb je dan voorbeelden van wat voor categorie mensen moeten we dan denken? Ja, eigenlijk gewoon iedereen die het niet kan bekostigen om zijn huisdier van voer te voorzien. Dus dat kunnen ook twee verdieners zijn met een inkomen van misschien wel 4500 euro per maand. Maar als de woonlasten hoog zijn of ze hebben schulden door corona, noem het allemaal maar op, en ze kunnen het financieel niet bolwerken, wees welkom hier. Hoe check je dat? Want ik kan me voorstellen dat daar misschien misbruik van gemaakt wordt. Precies, dus wij willen voorkomen dat we een gratis Albert Heijn worden. En om dat te voorkomen hebben wij een samenwerking met de gemeente. En dan in dit geval specifiek met de afdeling Stiemens. En de bewindvoerder van de gemeente, die checken voor ons de inkomens. Maar ook zij zullen mensen aan ons doorsturen. Dus wij weten dat op het moment dat of de gemeente, of bewindvoerders, of Stiemens mensen aan ons doorstuurt, dat wij legitieme mensen hebben en dat wij deze mensen hulp kunnen bieden. Gaat het dan alleen via de kanalen van de gemeente of kunnen mensen zich ook bij jullie zelf aanmelden? Nee, mensen kunnen zich inderdaad ook gewoon aanmelden via onze website www.hartvoorhuisdieren.nl/aanmelden. Dan kunnen zij zich aanmelden, maar dan moeten zij er wel mee akkoord gaan dat hun inkomen getoetst kan worden. Informatie is te vinden op eigenlijk alle social media kanalen. We zitten op Facebook, Instagram en YouTube. Dus daar zijn we onder alle kanalen onder naam Stichting Hart voor Huisdieren te vinden. En het aanmelden geschiet alleen via de website of doorverwezen dus door de gemeente. Hebben jullie al veel aanmeldingen? We hebben op dit moment tientallen aanmeldingen, maar die zitten echt puur in het mapje aanmeldingen. En daar hebben we nog niks mee gedaan, omdat de focus nu op de opening ligt. Dus op het moment dat de opening voorbij is, dan gaan wij inderdaad een schifting maken. En zullen mensen bericht worden of ze wel of niet in aanmerking komen, of dat er nog aanvullende informatie nodig is. En dan gaan we van start. Mensen die dus wel goed bij kas zitten, zeg maar, die kunnen voedsel, speeltjes, alles, alle dierenbenodigdheden bij jullie kwijt? Wij focussen ons primair op voer dus, en levensbehoeften. Dus daar valt onder vanzelfsprekend de diervoeding, maar ook categorieën strooisel, zoals hooi en stro en zaagsel en dergelijke. Maar wij hebben gewoon gemerkt dat in de praktijk is er geen tot weinig vraag naar manden, speeltjes en dergelijke. Dus non-food zeggen wij nee, met uitzondering van dus categorieën en strooisel. Ik kan me ook voorstellen dat voor die mensen bijvoorbeeld een dierenarts ook best heel erg duur is. Klopt, dus daarom zijn wij ook in overleg met dierenartsen om samen met dierenartsen dus tegen zeer gereduceerd tarief te gaan vaccineren. Dus zij rekenen 1 consult, komen hier tegen kostprijs vaccineren. Wij hebben inmiddels ook een eigen bankrekening. Dus als het allemaal een beetje loopt zoals het nu loopt en blijft doorlopen, kunnen wij straks het consult financieren. Zullen de mensen wel zelf de vaccinatie moeten bekostigen. Maar goed, we hebben nooit gepredikt dat we kosteloos alles kunnen doen, maar we willen wel de mensen waar mogelijk dat soort hulp bieden. Ook trimsalons hebben zich ook aangeboden voor niet het groemen van de kat die of de hond die in de modder heeft gelegen, maar wel verfilte vachten waar het gewoon echt het dier zeer doet. Die kunnen hier straks ook komen, nagels knippen, dat soort dingen. Dus we gaan wel een stapje verder dan alleen het uitdelen van voer. Komt Ton Heerts het lintje doorknippen? Nou ja, we doen niet aan een lintje, want we hebben gezegd we doen het van 7 tot 9. Dus het is gewoon een doorloop, omdat we hebben veel ruimte, maar ook weer niet zoveel ruimte. En wanneer doe je dan dat lintmoment knippen? Dat doen we niet. Dus we hebben wel wat mensen van de gemeente uitgenodigd, maar we hebben geen officieel lintmoment. Ik ga straks ergens speechen op het moment dat ik denk het is erg druk, dan wil ik wat mensen bedanken. En ook vooral de mensen die aan ons gedoneerd hebben en dergelijke. Maar voor de rest is het lekker gewoon laagdrempelig en iedereen is welkom.